Agoeie. Agoeie. Die auto die valt wel op. Dat gaat lang worden voordat je me eigenlijk eens jong gaat. Ja, vertel, wat is het verhaal hierachter? Mijn heid had een autobureau hier naar Maart. En ik hier als jeetje cadeau hier een auto kregen, maar die vond ik wat te saai. En er waren al twee dezelfde, dus toen zei ik wil eens wat oors. En toen hier mijn heid een heel handig ventje daarvoor en die zei we moeten er maar eens wat oors van maken, en dat is nou weer traai en heel in lien. Dus wij zijn nog steeds tegen bij tegen met deze auto. Want de bist wel van de tijgerprint? Ik ben wel van het vreemde auto's, van het vreemde spul, ja. Ja, normaal heb ik mijn tijgerjas om, maar je hebt heel pech. Ik heb wel een sjaal, maar wat tijger erop, dus het, in principe is die een al tijger bij mij. En hoe reageren mensen als het open die ik best? Ze leidt je, ze zwaaien. Ben die aaien altijd, want die denken dat het zacht is. Dus er ben wel aardig wat goede berichten hoor. Het is iedereen leidt altijd in een deuk, en ikzelf ook. En nu simmer het dakje er al en dan is het heerlijk. Nou, het is wel wonderlijk. Ja, het is zeker wonderlijk. Maar ja, er is ook maar in je van, hè? In heel Nederland. Dus ik bloek speciaal, laat ik het zo maar zeggen. En wat zou dit nou oer die, dat het zo'n autootje riest? Dat ik een excentriek persoon ben, laat ik het zo zeggen. Ik hou altijd wel wat van wat vreemdigheden en altijd van wat aparts en net altijd hetzelfde als iedereen anders. Dus eigenlijk een beetje uit de maat rennen. En dan vind ik het altijd wel best. En ik kies toch een voorbeeld nemen los van de auto, hoe is er nog meer uit de maat rinst? Ik ben wel vrij stoor. Ik ga mijn motor in Wiesek halen, dus ik ben ook nog op zoek naar een pantermotor. En het ben al een wat stoerdere ding dan normaal. Dus dat vind ik geweldig. Ja, wij horen hier wel van, hè? Ja, dat hoop ik al, want oors dan vind je hem net naar Mitaro natuurlijk. Nee, het is altijd krek bij wat oors als oors, maar je maakt er van horen. En als je er net van horen, ja, dan is het net oors. Maar ik ben er heel wie mij, elke keer weer. En staat er nou Joert nog wat leuks voor je op het programma? Nou, ik werk hier om een hoekje bij de tandarts. Dus ik moest het even wat eten halen en dan kijk de naai weer aan het werk en dan eerder daar weer om. Dank u wel en hoffelijke dag daar wensken. Ontzien hè? Fijne jongen.